Scheidsrechter Kamphuis, ik wil één moment met u bespreken. Confrontatie Sol-Beugelsdijk. Wat ziet u daar? Ja, tijdens de wedstrijd zie ik eigenlijk niet echt of er contact plaatsvindt. Ik zie Beugelsdijk wel naar de grond gaan, dus ik geef een vrije trap voor ADO Den Haag. Verder kon ik daar niet echt tijdens de wedstrijd waarnemen wat er precies gebeurd is, omdat het in het verlengde van mij plaatsvindt. Dus daar zit het lichaam van Tommy Beugelsdijk nog tussen. Dus tijdens de wedstrijd heb ik daar niks gezien. Maar sinds dit seizoen hebben jullie de VAR. Sinds toen hebben de VAR. VAR heeft er ook naar gekeken. Heb ik ook contact mee gehad. En die is verder niet op de lijn gekomen. Die heeft gezegd van ik heb de situatie beoordeeld en klaar. Wat hoor je dan? Wel contact? Geen contact? In principe niet. Hij kijkt of daar mogelijk een rode kaart is. En als dat niet zo is. Dus hij vertelt mij van we checken de situatie. En op het moment dat daar niks is waar ik iets mee moet doen. Dan zegt hij check voltooid. En dan gaan we dus verder. Maar ik zie contact. Nou, het is lastig te zien. Ik heb net een beeld gezien. En daar lijkt hij inderdaad wel geraakt te worden. Maar het is wel lastig te zien in hoeverre dat plaatsvindt. Indien contact, wat is dan de straf? Gele kaart. Geel? Ja, gele kaart. Ik mis hier, wat ik hier op beeld heb kunnen zien, ik mis hier de echte stoot en de echte de brutaliteit. De buitensporigheid, dat zie ik hier niet in. Dus vandaar de gele kaart. Dat is toch wel prikken, of noem je dat niet zo? Dat staat niet in de spelregels. De spelregels gaat het echt, het moet met buitensporige inzet zijn. Dus dan moet het echt een echte stoot zijn of de arm moet gebruikt worden met een wapen. En dat zie ik hier niet in. Mis je hier wel een beetje wat meer support van de VAR misschien? Als die het geen rode kaart vindt, dan heb ik hierin geen support van de VAR nodig. De VAR kan het enige wat hij kan doen, als die overtuigd is van een rode kaart, kan hij mij naar het scherm halen. En dat heeft hij niet gezien. En zoals ik het beeld nu zie, dan begrijp ik dat.